De transferperiode is voorbij. Directeur voetbalzaken Max Huiberts kijkt er met een goed gevoel op terug. Er zijn een aantal dingen gebeurd. Dus het is niet zo dat ik heb stilgezeten de afgelopen maand. Dus nee, ik ben tevreden met wat er is gebeurd. Ja. De aanvallers Friday dos Santos en Garcia werden verhuurd. Daartegenover staat de komst van de aanvallers Ousama Idrissi en André Mihalić. Ik ben heel erg tevreden met de twee aanvallende versterkingen. Met André, die jong en talentvol is. Wel al behoorlijk wat wedstrijden heeft gespeeld in de Tsjechische competitie. Aanvoerder is van Jong Tsjechië. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Dat is ook een jongen die ook wel vrij snel inzetbaar is. Nou, heeft zijn debuut natuurlijk al gemaakt. Ja, met Ousama halen we een directe versterking binnen. Waarvan je al hebt gezien afgelopen zondag dat hij van waarde is geweest al. En dat hij volgens mij nog verder kan uitgroeien tot een completere speler bij ons. AZ greep, net als PSV, naast de diensten van deze Philip Sandler. De verdediger van PEC Zwolle verkast na de zomer naar Manchester City. Ja, dat is natuurlijk hartstikke jammer. Want als je een speler graag wil toevoegen en het lukt aan het einde van de rit niet, ja, dan ben je daar niet blij mee. Hè. Dan kan je rustig zeggen dat je daarvan baalt. Ik moet eerlijk zeggen dat de complimenten moeten naar PEC gaan in dit geval. Want die hebben een hele mooie deal gemaakt. Ja, ik hoop alleen maar voor Filip, want ik vind het een fantastische speler en een fantastische jongen, dat hij ook sportief de juiste keuzes gaat maken de komende jaren. En dan zullen we best nog wel veel van hem horen.